zie ook zich aan zichzelf voorstellen wanneer dat hun stukje aan bod komt. We gaan het dus vandaag hebben over het ruime aanbod aan materialen en methodieken die dat wij in ons aanbod hebben rond preventieve gezondheid voor onderwijs. Dat zijn er heel wat. Dus we gaan de meeste methodieken en materialen enkel aanstippen. Moesten jullie vragen hebben, kunnen jullie dat altijd op het einde van de sessie via dit platform nog doen. Of jullie kunnen ons ook altijd mailen achteraf. Dus jullie mogen ons altijd terug contacteren. Dus moest het misschien snel gaan, dan weten jullie dat jullie altijd vragen kunnen stellen. Dat is ook een beetje de reden dat we deze presentatie opnemen. We gaan die jullie ook later doorsturen. Jullie kunnen die altijd terug bekijken. Zo weten jullie dat het misschien soms snel kan gaan, maar bij nood aan meer info weten jullie ons te vinden. De overgrote meerderheid van de deelnemers hier is werkzaam in het basisonderwijs. Vandaar dat we daar iets meer aandacht aan gaan geven. Maar materialen en methodieken van het secundair onderwijs komen ook wel zeker aan bod. Dus die gaan we niet overslaan. Dan stel ik voor dat we meteen gaan beginnen. We gaan ons aanbod opsplitsen per thema, hè. We doen het een beetje georganiseerd en de volgende thema's gaan aan bod komen. Gezondheid en milieu, geestelijke gezondheid, gezonde voeding, beweging, tabak, alcohol en drugs en mondzorg. Voordat we verder gaan op die thema's, ga ik gewoon heel eventjes nog onze kadermethodiek van de gezonde school toelichten, omdat we er toch in geloven dat losse gezondheidsacties net iets minder impact hebben dan echt beleidsmatig werken rond gezondheid in een school. Nu, ik ben ervan overtuigd dat iedereen van jullie wel al acties doet, maar gezonde school helpt wel om dat gewoon zo wat te stroomlijnen. Zoals ik zei, die kadermethodiek helpt om die losse acties eigenlijk tot een samenhangend gezondheidsbeleid te maken. Die gezonde schoolmethodiek die vinden jullie eigenlijk terug op de website van gezondleven.be. En daar vinden jullie echt wel alle uitleg over hoe dat jullie daar concreet mee aan de slag kunnen gaan. Daar vinden jullie ook meer uitleg over de drie basisinstrumenten die gezonde school omvat. En die drie basisinstrumenten, die zijn de gezondheidsmatrix. Daar kun je eigenlijk al die initiatieven van je school in een heel gestructureerd schema plaatsen, naar gelang soort van actie en naar gelang niveau, hè, gaande van individuele leerling tot de hele schoolomgeving. Het tweede instrument dat jullie zou kunnen helpen is het stappenplan van gezonde school. Een gezonde school word je niet zomaar, hè, dat gaat van het creëren van een draagvlak tot het verankeren van de acties in het schoolbeleid. Dus op de website van Gezonde School vinden jullie daar ook meer uitleg over. En een derde handig instrument is het spinnenweb van Gezonde School. Daar worden de verschillende succesfactoren opgelijst die jullie ook zouden helpen om aan preventieve gezondheid op school te werken. Inzetten op die succesfactoren vergroot de impact. Nu, moesten jullie ook vragen hebben over die methodiek, mogen jullie ook altijd ze aan ons stellen. Een gezonde school word je niet alleen. Er zijn tal van partners en organisaties die jullie kunnen helpen in het werken aan gezondheid op school. Waaronder wij natuurlijk, Logo Limburg. Wij adviseren en informeren. Maar dan zijn er nog tal van andere organisaties. Jullie zien een aantal opgelijst, maar er zijn er nog meer. Maar om jullie maar mee te geven, jullie hoeven het zeker niet alleen te doen. Dan wil ik ook nog eventjes aankaarten dat alle methodieken en materialen die wij zo meteen gaan voorstellen, dat die ook allemaal staan opgelijst in de website preventiemethodieken.be. Dat is een website, de website van de Vlaamse overheid. En alle materialen en methodieken die daarin staan, zijn allemaal evidence-based. Dus daar kan je wel van op aan dat je die mag inzetten.
En dan nog een laatste stukje over het beleidsmatige werken, voordat we overgaan naar de thema's, is dat ik je toch even iets wil vertellen over de leerlijnen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft verschillende leerlijnen ontwikkeld rond verschillende thema's. Mijn collega's die zo meteen iets over hun thema gaan vertellen, indien zij in hun thema een leerlijn hebben, gaan ze dat ook toelichten aan jullie. Maar er zijn dan bijvoorbeeld leerlijnen over voeding, beweging of verslavende middelen. Op de website van Gezond Leven kan je eigenlijk doorklikken naar nog een subthema binnen het thema. Als je daarop doorklikt, dan kom je bijvoorbeeld hierop uit, emotionele ontwikkeling in het thema bewegen. Je ziet dat je dan ook links kan filteren en dat is wel heel interessant. Dus je kan echt filteren naar het thema dat je wilt zoeken. Je kan ook filteren op onderwijsniveau. Gaat het over kleuter, lager of secundair onderwijs? En stel dat je bijvoorbeeld zou doorklikken op emotionele ontwikkeling, eerste graad, lager onderwijs. Dan kom je dus op de eindtermen die hiermee verbonden zijn. Je komt op verschillende leerdoelen die je kan invullen. En dan heb je ook een heel handig overzicht van verschillende materialen en methodieken die uit preventiemethodieken.be komen. Dus dit ook een beetje in vogelvlucht, alles rond beleidsmatig werken. Nogmaals, bij vragen weten jullie ons te vinden. En dan ga ik nu het woord geven aan mijn collega Kirsten Knapen, die jullie iets gaat vertellen over het aanbod voor onderwijs rond het thema gezondheid en milieu. Goedemorgen allemaal, ik ben Kirsten Knaap inderdaad. Ik werk als medisch milieukundige, dus ik werk rond gezondheid en milieu. En ik ga vandaag inderdaad wat meer vertellen over de campagnes en de materialen die voor jullie interessant kunnen zijn rond gezondheid en milieu. Nu, de eerste is de campagne Wees niet gek, doe de tekencheck. Dat is een campagne die het uitgangspunt heeft dat om tekenziektes te voorkomen, en vooral dan de ziekte van Lyme, dat het heel belangrijk is dat je uzelf, of in dit geval uw leerlingen ook, dat die zichzelf controleren als ze in de natuur zijn geweest. Dus vandaar ook die infographics die ik hier heb opstaan. Ben je met je leerlingen in de natuur geweest? Hè? Is er bijvoorbeeld een bosklasse geweest? Hè? Zijn jullie ergens gaan spelen in een park of zo? Dan is het eigenlijk belangrijk dat de leerlingen zichzelf controleren op teken diezelfde dag nog. Een grondige controle is daarbij belangrijk. Je ziet op de afbeelding teken die zoeken graag een warm plekje op. Je ziet wat de plekjes zijn, hè, het hoofd, de haarlijn en zo. Dus die plekjes moeten allemaal goed gecontroleerd worden. En als er dan een teek gevonden wordt, is het heel belangrijk dat die teek verwijderd wordt en dat de teek ook niet te veel geïrriteerd wordt. Wat houdt dat in? Eigenlijk moet die teek rustig verwijderd worden, liefst met een handige verwijderaar die je bij hebt. En we gaan de teek liefst niet te veel amputeren, om het zo te zeggen. Hè. Dus soms wordt er wel gezegd, zo met de briquet eraan, hè, zo, dan laat die los. Ja, dat hebben ze meestal niet zo heel graag. Dus dat is het aspect van, oké, hoe verwijdert je ze nu goed? En dan als laatste in die campagne is heel belangrijk dat de datum genoteerd wordt wanneer de tekenbeet opgelopen wordt en dat dan de symptomen kunnen opgevolgd worden. Dat is belangrijk voor die leerlingen, maar eigenlijk in deze context is het natuurlijk belangrijk voor de ouders. Hè. Ik bedoel, dat het aan de ouders wordt meegegeven van kijk, uw zoon of dochter heeft een tekenbeet opgelopen, we hebben die verwijderd, maar let goed op de komende maand voor deze symptomen. Nu, om dat op te volgen en aan de ouders mee te geven, is er zelfs iets, nog iets heel interessants, dat ga ik zelfs jullie tonen, dat is de EHBO-kit. En dat zit je op de slide ook al staan. Die kunnen jullie gratis bestellen op tekenbeet.be. Echt iets super handig om mee te nemen als jullie de natuur ingaan. Nu op tekenbeet.be, dat is de site van de campagne, wees niet gek, doe de tekencheck, staan voor jullie ook nog allemaal heel interessante materialen. Al die afbeeldingen die jullie juist zagen, dus zo die infographics, die staan daar ook allemaal op, die kunnen jullie gewoon vrij gebruiken. Teksten met achtergrondinformatie, als er meer informatie nodig is. Er zijn kant-en-klare inspiratiedocumenten met lesideeën, dat je zegt van oké, ik wil in de klas aan de slag gaan rond teken of in de natuur zijn en zo. Dus daar staan lesideeën bij.
Er is een presentatie voor in de klas te gebruiken, maar er is ook een presentatie voor naar ouders te gebruiken. Neem dat jullie op bosklassen gaan bijvoorbeeld, is dat een stukje wat jullie kunnen incorporeren in de presentatie die jullie misschien al geven naar de ouders, hè, om hen voor te bereiden op de bosklassen. Dus dat is altijd wel iets interessants. Wat ik er ook heb bijgezet is de podcast Wetenschapje. Dat is nieuw van vorig jaar, denk ik. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een hele leuke podcast voor grote en kleine denkers rond wetenschap allerlei. Daar is een podcast gemaakt rond hoe haal ik een teken uit mijn leven. Dat is gemikt doelpubliek vanaf 8 jaar. En eigenlijk gaat dat over alles van oké, hoe kunnen teken ons ziek maken en hoe verwijderen we die nu ook goed en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we er niet door ziek worden. Dus die is ook wel heel leuk. En zoals ik juist zei, die EHBO-gids, die vinden jullie ook terug op tekenbeter.be. Dat is een gratis campagnemateriaal, dus dat betekent dat jullie gewoon naar de site kunnen gaan en gratis zo een gids kunnen bestellen. Jullie zien die van boven. Eigenlijk bestaat zo'n gids uit die papiertjes die jullie zien. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Daar schrijf gewoon het naam van het kindje op, de datum dat de beet is opgelopen. En dan kunt je op het figuurtje aanduiden waar de beet ook is opgelopen, zodat de ouders zeker goed kunnen opvolgen op dat plekje of er enige symptomen zijn. Daar zit ook een tekenkaart bij. Heel veel mensen vinden dat de handigste manier om teken te verwijderen. Dat zit erbij in. Maar die tekenkaartjes zouden jullie ook los kunnen bestellen. Ha, als je zegt van, oké, we hebben er graag toch nog iets meer bij, of we nemen niet altijd dat groot gidsje mee. Dat is ook nog iets wat jullie los kunnen bestellen. Dus altijd heel handig. Dan kom ik met de tweede campagne uit die voor jullie relevant is. Dat is de campagne Warme Dagen. En dan met de tagline is eigenlijk Warme Dagen is zorg dragen. Dat gaat naar heel veel gevoelige doelgroepen. Een belangrijke gevoelige doelgroep daarbij is natuurlijk kinderen. Hè. Kinderen zijn extra gevoelig voor de effecten van warmte. En de bedoeling is eigenlijk dat die campagne wilt eigenlijk gaan informeren. En tools aanreiken om u te wapenen tegen de warme dagen. Die campagne loopt voornamelijk tijdens de waakzaamheidsfase. Dat is een fase waarin er warme dagen kunnen voorkomen. En die loopt van 15 mei tot 30 september. Dus nu is het nog niet warm genoeg dat we echt warme dagen kunnen krijgen die gezondheidseffect kunnen met zich meebrengen. Maar van 15 mei tot 30 september is dat wel. En dit is een poster, eigenlijk een poster wat jullie hier zien, of een infographic. En je ziet, dat is opgesplitst in 4 grote categorieën. Enerzijds, wees voorbereid. Als je met kinderen op stap gaat, kijk dan altijd goed wat verweerd wordt. Zie dat ze hoofddeksels bij hebben, dat je drinken bij hebt. Tweede is heel belangrijk dat er voldoende gedronken wordt, want dat veroorzaakt de grootste gezondheidseffecten bij warme dagen als er te weinig gedronken wordt. En dan zijn er tips over koel te blijven. Ja, die petjes komen daar terug voor, maar ook gewoon schaduw opzoeken, lichte kleren. En hoe kun je nu bijvoorbeeld extra voor verkoeling zorgen? En dan niet zozeer als jullie op stap gaan, maar wel bijvoorbeeld relevant voor jullie schoolgebouw, is hoe houden we het gebouw koel? Ja, en een aantal aspecten kunnen jullie waarschijnlijk niks veranderen. Dat gaat dan over zonnewering en zo. Maar bijvoorbeeld, waar er wel op gelet kan worden, is dat bijvoorbeeld er enkel gekoeld wordt. En dat er enkel ramen open gaan als het buiten kouder is. Dus dat is de Warme Dagen campagne. Voor jullie zijn er ook wel heel interessante materialen. Zoals ik juist zei, dat zijn die informatieve affiches. Daar staan alle tips op. Dus in een overzicht heb je direct alle tips die jullie in praktijk kunnen brengen. Alle teksten, afbeeldingen. Moet maar eens gaan kijken. Er staan heel veel afbeeldingen op. En dan is er ook een gratis campagnemateriaal wat heel interessant is om te bestellen. Dat zijn drankkaarten. Zeker voor al iets grotere kindjes is dat wel tof. Want dan kunnen ze zelf aanduiden of ze die dag voldoende gedronken hebben. Nu, warme dagen brengt warmte met zich mee, maar is natuurlijk ook veel zon, dus UV-straling. Daarvoor zijn er ook een aantal interessante campagnes voor jullie. Je hebt de campagne Smeerweer. Dat is eigenlijk vooral een communicatiecampagne die wilt wijzen op de gevaren van zon en dat je eigenlijk moet... Ja, dat je moet insmeren, maar vooral ook zonweren en geschikte kleren aandoen. Er zijn heel leuke materialen bij en ook een kleurplaat voor kinderen in de vorm van zo'n zonnepetje.
En dan heb je de Zonneslimme Scholen. Dat is een campagne die ook inzet op de gevaren van UV-straling. En wat daar leuk is, daar kunnen een heel aantal communicatiematerialen besteld worden, zoals stickers, affiches. Maar er is ook een heel leuk spel. Je hebt twee pedagogische tools. Je hebt de digitale toolkit en de pedagogische doekoffer. Die digitale toolkit, daar staat eigenlijk van alle materialen in over hoe je een zonneslim schoolbeleid kunt doen. Maar ook gewoon hoe bijvoorbeeld je schaduwstructuren in de school kunt incorporeren om zo te kunnen schuilen van de zon. Dus allemaal die dingen. En ook wel wat leuke printables, hè. En dan heb je de pedagogische doekoffer. Dat is een koffer die jullie kunnen ontlenen met een spel in, een strip. En het fijne daar is, die kan gratis ontleend worden. Die wordt dan gratis geleverd aan de school en wordt dan gratis terug opgehaald. Ga zeker maar eens kijken. Maar dat is een beperkte voorraad. Er zijn niet heel veel van die grote koffers. Want ik zag bijvoorbeeld in juni, voor juni was hem bijvoorbeeld al volgeboekt. Maar de scholen kunnen ook bij ons gewoon de speldoos ontlenen. Daar zit niet alles in wat in die koffer zit, maar wel de speldoos op zijn eigen, dus het groot spel. En dan als laatste wil ik nog heel even rond gezonde binnenlucht in de klas. Op gezondbinnen.be vinden jullie eigenlijk algemeen informatie over wat verse lucht, waarom dat belangrijk is. Als jullie bijvoorbeeld een CO2-meter zouden hebben, wat zou kunnen, zijn daar tips over hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. En er is ook een checklist voor te kijken, oké, hoe gezond is nu ons klasmilieu binnen. En daarnaast is er ook een heel leuk spel, de Binnenmilieubrigade. Dat is een coöperatief spel, dus dat betekent dat de kinderen met elkaar spelen in plaats van tegen elkaar. En de bedoeling is de binnenlucht in de school en in de klas gezonder te maken. Eigenlijk leggen ze een spelbord uit waar ze hun school maken. En de bedoeling is dat ze stapgewijs samenwerken en vraagjes oplossen om dan de school terug gezond te maken. Nu, ik heb erbij geschreven voldoende tijd en ruimte. Het is een groot bord en het neemt wel, ik denk, 2 of 3 lesuren in beslag. Maar je kunt dat wel ook opsplitsen, dat je het in verschillende momenten speelt. Ook het voordeel, net zoals die zonneslimme scholen, het kan gratis ontleend worden, het wordt gratis geleverd, terug opgehaald. En er zijn een aantal materialen bij die je mag houden. Dat was het voor mij. Oké, dankjewel Kirsten. Dan ga ik nu iets vertellen over alle materialen die we in ons aanbod hebben rond geestelijke gezondheid. Dat zijn er heel wat, dus ik hoop niet dat jullie overdonderd worden. Maar ik ga eerst iets vertellen over de Reumeren methodiek van geluk in de klas. Geluk in de klas omvat een aantal educatieve materialen die gebaseerd zijn op de geluksdriehoek. De geluksdriehoek is een kader dat ontwikkeld is door Vlaams Instituut Gezond Leven. En een kader waarin heel veel verschillende aspecten aan bod komen die tonen hoe dat je eigenlijk zelf met je mentaal welbevinden aan de slag kan. Of waar dat een school of een lokaal bestuur of eender welke organisatie mee aan de slag kan om te werken aan het mentaal welbevinden. Nu, al die verschillende aspecten waar dat aan gewerkt kan worden, zijn opgesplitst in 3 bouwblokken, die zelf kunnen zijn, goed omringd zijn, je goed voelen. En dan hebben we ook de oranje bol, die staat voor de kleine en de grote stressoren in ons leven en eigenlijk het omgaan met moeilijke momenten. Nu, sowieso rond die geluksdriehoek, daar is een digitaal platform van, geluksdriehoek.be. En dat kan wel interessant zijn voor leerlingen vanaf 16 jaar, om daar eens naartoe te surfen. Daar vinden de leerlingen heel wat tips en tricks om dus zelf aan het mentaal welbevinden te werken. Daar staan oefeningen op, filmpjes van bv's en gewone mensen en dergelijke. Nu, bij Logo Limburg hebben we heel wat gratis promotiematerialen in ons aanbod die eigenlijk toeleiden naar de website en die wat meer uitleg geven over de geluksdriehoek. En die kunnen jullie altijd gratis bij ons bestellen. Er is ook een workshop rond die geluksdriehoek. Die kunnen jullie ook altijd voor de leerkrachten bij ons bestellen of voor de leerlingen vanaf 16 jaar. Stel dat je in je school, in je secundaire school, rond de geluksdriehoek wil werken.
Dan kan je altijd een gelukswandeling installeren. Dat zijn eigenlijk 16 zelf af te drukken pancartes, die een beetje uitleg geven over de theorie van de geluksdriehoek, maar die vooral de wandelaars leuke ervaringsgerichte oefeningen laat doen om de tips van de geluksdriehoek al wat zelf te beleven. Dus die pancartes kan je ook gewoon bij ons opvragen. Maar dan verder naar het educatieve pakket van Geluk in de Klas. Wat hoort daar allemaal bij? Er zijn heel specifieke lesmappen ontwikkeld of lespakketten voor elke graad van het lager onderwijs en elke graad van het secundair onderwijs. Elk lespakket omvat zo'n 1 à 2 lesuren en daar kan je eigenlijk met je leerlingen aan de slag rond een bepaald thema van de geluksdriehoek. Die lesmappen zijn ook gratis digitaal bij ons te verkrijgen. Wat zit er nog in Geluk in de Klas? Dat zijn happy snacks. Zoals je ziet zijn dat kleine kartonnen doosjes, maar ook digitaal te raadplegen. Happy snacks zijn verschillende geluksinterventies, kleine oefeningen. Je kan als leerkracht of als leerlingen kan je kiezen op welke bouwblok van de geluksdriehoek dat je wil inzetten of op de oranje bol. En elke happy snack of geluksinterventie of kaartje bestaat uit een oefening die je klassikaal kan doen. En dat neemt ongeveer van 10 minuten in beslag tot een uur of zo. Er zijn verschillende varianten. Op de website van Happy Snacks kan je ook kiezen van oké, hoe lang wil ik dat mijn Happy Snack duurt. En dat is eigenlijk wel heel leuk om in te zetten. Er is een versie voor het lager onderwijs, ook een versie voor het secundair onderwijs. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van elke vrijdagochtend gaan we de les beginnen met een Happy Snack. Of elke maand of elke dag. Dus ik ben er eigenlijk heel vrij in om daar zelf mee aan de slag te gaan. Je kan die Happy Snacks gratis uitlenen bij ons, of eentje aankopen of gratis digitaal raadplegen. Wat zit er nog in het pakket van Geluk in de Klas? Dat is Expeditie Geluk. In 2024 nu zal dat voor de derde keer doorgaan, met hetzelfde thema als vorig jaar, namelijk de ruimte. Klassen van het lager onderwijs kunnen zich gratis inschrijven nu in 2024. Expeditie Geluk is een virtuele online omgeving waar dat leerlingen of klassen spelenderwijs eigenlijk sociaal-emotionele vaardigheden aangeleerd krijgen. Het is een soort expeditie waar ze op zoek gaan naar een planeet met DJ Olly Wannabe, waar ze dan een klasfuif eigenlijk krijgen. Klassen uit de lagere school kunnen hier aan deelnemen van 1 september tot 24 december. Ze kunnen zich gratis inschrijven. Check zeker onze nieuwsbrief voor onderwijs, want daar gaat binnenkort meer info over de inschrijving en dergelijke in verschijnen. En dan, stel dat jullie nu geprikkeld zijn en jullie wel meer willen weten over Geluk in de Klas, dan kunnen jullie altijd een vorming aanvragen bij Vlaams Instituut Gezond Leven. Die vorming heet Samen voor meer geluk in de klas. Dit kan digitaal aangevraagd worden of iemand van Gezond Leven kan echt fysiek tot bij jullie komen. En dan worden jullie eigenlijk ondergedoppeld in de methodieken en leren jullie meer van hoe daarmee aan de slag te gaan. Dus dat was het eigenlijk over geluk in de klas. Dan voor het secundair onderwijs hebben wij de campagne of de methodiek knoknok.be. Dat is een website voor leerlingen van 12 tot 16 jaar, of voor jongeren tout court. Dat is eigenlijk ook gebaseerd op de inhoud van de geluksdriehoek, maar dan vertaald naar jongerentaal. Hier komen verschillende thema's in aan bod die voor de leerlingen interessant zijn. Sterke verhalen, de leerlingen kunnen zelf een veerkrachttest doen, een dagboek bijhouden en dergelijke. Dus ook hier gaan ze eigenlijk zelf aan de slag om aan hun mentaal welbevinden te werken. Zoals ik zei, ze kunnen een persoonlijk profiel aanmaken en dergelijke. Wat ook interessant is aan deze site en deze methodiek Knok-Knok, en dat is eigenlijk evenzeer zo met de geluksdriehoek, is dat er een mogelijkheid is tot blended werken. Dus stel dat jullie leerlingen begeleiden of dergelijke, jullie kunnen altijd bij ons de gratis handleiding verkrijgen rond het blended werken of een vorming aanvragen bij ons van hoe dat eigenlijk mee te nemen in de begeleiding van leerlingen.
En jullie kunnen ja, verschillende gratis promotiematerialen bij ons bestellen: stickers, postkaarten en affiches en mailbanners. Rond Nok Nok hebben wij trouwens ook een Vind ik leuk offer ontwikkeld, die jullie gratis kunnen uitlenen, mits het betalen van een waarborg van €50. Heel fijn om in groepsverband mee aan de slag te gaan. De koffer bestaat uit 17 leuke spelen en activiteiten die gebaseerd zijn op de tips van Nok Nok. En het is ja, heel fijn om op die manier voor de leerlingen om ja, te oefenen aan emotioneel welbevinden. En het helpt natuurlijk ook voor het groepsgebeuren en de klassfeer. Dat was het over Nok Nok. Dan wil ik nog iets vertellen over onze campagne Warme William of onze methodieken daar rond. Jullie kennen die misschien al wel, die komt soms wel aan bod op M&M, omdat die daar soms eens langskomt als het blokperiode is voor de studenten. Ja, de Warme William-campagne moedigt jongeren, maar ook wel kinderen en ouders aan of anderen om een luisterend oog aan te bieden aan de ander. Dus ja, als je een Warme William bent, dan ben je iemand die er is voor de ander en die regelmatig vraagt hoe gaat het met u. De rode draad doorheen de campagne zijn eigenlijk verschillende luistertips die mensen en jongeren leren hoe er te zijn voor iemand anders. Ja, heel veel informatie is er te vinden op warmewilliam.be. Je kan de leerlingen, de jongeren hier altijd naartoe leiden. Er zijn eigenlijk heel veel leuke materialen en, ja, en informatie rond. Er zijn verschillende podcasts rond Warme William van BV's. Er is een Warme William app, er is een boek. Warme William is heel actief op social media, op TikTok, op Instagram. Ja, Warme William fungeert ook eigenlijk wel als peer support campagne om de jongeren aan te moedigen om er te zijn voor elkaar. We hebben daar wat, ja, heel wat over in ons aanbod. Specifiek voor onderwijs zijn er echt wel verschillende lesmappen die gaan over Warme William, over vriendschap, over het uiten van kwetsbaarheid en over het luisteren naar elkaar. Er is een lesmap voor het vijfde en het zesde leerjaar. Er is er een voor het secundair onderwijs. Dat is voor leerlingen van de eerste, tweede of derde graad. Er is er eentje rond creatief aan de slag gaan. Er is er eentje rond dichten. En wat ik ook nog ten zeerste kan aanbevelen is EdTV. Daar kan je eigenlijk gratis naartoe surfen. Als school of als leerkracht kan je daar een gratis profiel aan maken. En daar zijn heel veel interessante miniseries over mentaal welbevinden, over heel veel verschillende thema's die de jongeren echt aanspreken. En daar zijn ook lespakketten rond ontwikkeld. En voor de rest hebben wij nog heel veel promotiematerialen. Neem gerust een kijkje op onze website voor een overzicht of contacteer ons. Postkaarten, deskbeertjes, een vragenspel, een kalender. Ja, te veel om hier nu op te noemen, want mijn tijd begint te dringen. En dan hebben we ook nog twee uitleenmaterialen. Stel dat jullie echt verder met Warme William aan de slag willen gaan. Dan hebben we een kleedpak dat jullie gratis kunnen uitlenen en een opblaasbare pop. Ja. Er is nog zoveel meer over Warme William wat ik hier allemaal niet kan toelichten, maar neem gerust een kijkje op warmewilliam.be of op onze website of contacteer mij. Dan wil ik nog heel eventjes meegeven dat wij ook jaarlijks inzetten op de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Onze nieuwe inspiratiegids van 2024 staat momenteel online op onze website. Daar vinden jullie allemaal inspiratie om zelf een actie te ondernemen in jullie school rond 1 tot 10 oktober. En het thema van dit jaar is omgaan met moeilijke momenten. En de boodschap om hier ruimte voor te maken, op welke manier voor iedereen dan ook geschikt is. En daar kunnen jullie ook altijd heel veel gratis promotiematerialen bij ons bestellen. Op een aantal betalende materialen. En dit jaar hebben wij in de kijker affiches rond het omgaan met moeilijke momenten. En ook vensterstickers die gaan over het ruimte maken voor die moeilijke momenten. We hebben hulpwegwijskaartjes voor het secundair onderwijs voor leerlingen met de meest laagdrempelige hulpverlening hierop. Die kunnen jullie aankopen bij ons voor €0,03 per postkaart. Wij hebben ook een heel aanbod rond complimentenactie. Voor het lager onderwijs hebben wij complimentenstickers voor het secundair onderwijs.
hebben wij digitale materialen die jullie zelf kunnen afdrukken. Dat zijn complimentenkaartjes en posters met afscheurcomplimentjes. We hebben een betalend aanbod van armbandjes die jullie links zien. We hebben dan ook nog stickers die ruimer zijn dan voor enkel leerlingen uit het lager onderwijs. En we hebben specifiek rond 1 maart complimentendag ook een affiche. En dan als laatste stukje voor geestelijke gezondheid. Stel dat jullie in jullie school, dan denk ik uiteraard vooral aan het secundair onderwijs, geconfronteerd worden met leerlingen die of ja, rond zelfmoordgedachten of suïcidegedachten. Er is een hele pagina door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie opgesteld. www.zelfmoord1813.be/school. Waar jullie echt alle info en materialen en vormingen vinden rond dit thema. Moesten jullie daarmee verder aan de slag willen, mogen jullie mij ook altijd contacteren. Dan kan ik jullie in contact brengen met onze Limburgse suïcidepreventiewerking, die ook altijd bereid is om eens langs te gaan of jullie informatie te geven. Dat was het rond het stukje geestelijke gezondheid. En dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Renate, die jullie iets gaat vertellen over ons aanbod rond gezonde voeding. Ja, inderdaad. Ja. Goedemiddag allemaal, of goedemorgen. Mijn naam is inderdaad Renate. En samen met mijn collega Anke, die zo meteen ook een stukje van de presentatie zal overnemen, zijn we verantwoordelijk voor het thema gezonde voeding. En net zoals de collega's gaan we ook heel kort door het aanbod van gezonde voeding of tools en materialen die jullie kunnen gebruiken in de klas. Jullie hadden het in het begin bij de inleiding ook al gehoord dat onze collega Eva vertelde over de leerlijnen. En voor het thema gezonde voeding en eetgedrag is er zo'n leerlijn ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven. Op zich is die leerlijn bedoeld voor het hele schoolteam. Bijvoorbeeld een pedagogisch begeleider kan dat gebruiken om leerplannen op te maken. Leerkrachten kunnen daarmee aan de slag om effectief bepaalde lesmaterialen te gaan zoeken of lesinhouden te gaan bepalen over gezonde voeding. En ook als er bijvoorbeeld een werkgroep is, een ouderraad die actief is rond het verbeteren van de gezondheid op school, dan kan dat ook voor een actie of een projectweek kan de leerlijn ook dienen als inspiratiebron. Hier zie je inderdaad wat de thema's zijn binnen de leerlijn gezonde voeding. Dus een eerste thema is gezonde en milieuverantwoordelijke voeding. Waar het uitgangspunt eigenlijk vooral is, we eten niet alleen gezond voor ons eigen lichaam, maar op zich ook voor de planeet. Dus dat is zeker iets wat in de toekomst alsmaar belangrijker gaat worden. En hier in de leerlijn ga je dan tips en tricks vinden om met dat thema in de klas aan de slag te gaan. Het volgende thema, voeding en duurzaamheid. Daar zitten zaken in zoals eerlijke handel, duurzame landbouw en afvalvermindering onder andere. Dat je ook kan verwerken in de lessen. Het volgende thema, voeding en sociaal-emotionele context. Daar zit voornamelijk bijvoorbeeld smaakontwikkeling aan, als we het hebben over de kleinste, voornamelijk kleuter- en lager onderwijs, maar bijvoorbeeld ook rond het emotionele aspect van voeding en lichaam kan je heel wat tips en materialen te vinden. Voornamelijk ook op het digitale platform waar Eva zojuist ook even naartoe ging. Het vierde thema is het consumentenaspect. Wat zit daar voornamelijk in? Dat gaat over info over hoe ga je nu jouw boodschappen doen op een gezonde manier. Te leren lezen van etiketten en de invloed van reclame, media op het eetgedrag van kinderen en jongeren. En als laatste thema dat je eigenlijk als subthema kan kiezen binnen de leerlijnvoeding, dat gaat eigenlijk over het bereiden van voeding, het bewaren van voeding en voedselveiligheid. Dus effectief ook vaardigheden aanleren over gezond koken en dergelijke kan je binnen die sub, binnen dat subthema zien. Heel kort wil ik hierop ingaan, maar niet te diep, want het is gewoon eigenlijk om te laten zien dat bij elk subthema je dus voor de verschillende graden info hebt en ook effectief dat ze zeggen van oké, dit ga je op het einde van de rit bijleren of jouw leerlingen aanleren.
En de eindtermen zijn ook gekoppeld. Die kennen jullie beter dan ons natuurlijk. Hier wil ik nog eventjes teruggaan op het platform dat er is. Dus het is een soort van zoekfilter. Hier bijvoorbeeld heb ik gekozen natuurlijk het thema voeding voor het lager onderwijs. En dan met ja, alle subthema's komen dan tevoorschijn. Maar als je dan bijvoorbeeld verder klikt op het subthema de voedingsdriehoek, dus gezond voor jezelf en de planeet, dat is eigenlijk het eerste thema waar ik het zojuist over had, dan kom je inderdaad ook op een hele resum van materialen en methodieken die voorhanden zijn, die je ook kan downloaden heel vaak. En waar bijvoorbeeld mijn collega Anke zo meteen nog iets dieper op een aantal van die projecten zal inzoomen. Bijvoorbeeld het educatief pakket Lekker Gezond heb ik hier aangeklikt. En dan krijg je effectief werkblaadjes. Bijvoorbeeld om rond de voedingsdriehoek specifiek te werken. Maar ook hoe ga je bijvoorbeeld het thema gezonde voeding integreren in de lessen die je al doet. Hè? Dus hier zie je bijvoorbeeld een werkblaadje waar het thema gezonde voeding gekoppeld is aan de Franse lessen. En zo zijn er heel wat materialen voorhanden. En ga ik eventjes doorgeven aan mijn collega Anke, die nog een aantal extra projecten zal toelichten. Goedemorgen allemaal. Ik ga inderdaad een paar van de projecten die opgestomd staan in de eindtermen en de leerlijnen en met de projecten en materialen toelichten. Het zijn er dus veel meer dan dat we nu gaan laten zien, maar we halen er een paar uit om uit te lichten. Specifiek voor het kleuteronderwijs hebben we het educatief spel De Proefkampioen. Dat is een spel voor kinderen van 3 tot 8 jaar ongeveer, waarbij we hen echt gaan leren te proeven. En dan gaat proeven smaken leren ontdekken en dat gaat op verschillende manieren. Dus via proeven, ruiken, voelen, maar ook zien. Dus al die aspecten komen eigenlijk aan bod. Ze gaan ook een proefpas mee naar huis krijgen en een doekboekje, waardoor ook de ouders betrokken worden. Dus dat is het spelletje De Proefkampioen en dat kan bij ons uitgeleend worden. Daarnaast hebben we ook nog het project Oog voor Lekkers, ook voor het kleuteronderwijs. En dat is eigenlijk een beetje zo de typische woensdag-fruitdag, dus waarop scholen subsidies kunnen aanvragen om zo fruit, groente of een melkproduct te integreren in de klas. Om zo samen een gezamenlijk moment te hebben in de klas waarbij ze dan een stuk fruit, een groente of een bepaald melkproduct gaan proeven en samen opeten. Dus die subsidies kunnen aangevraagd worden en dat is dan voor 10 of 20 weken. En daarna kan de school zelf zelfstandiger mee aan de slag gaan. Dan specifiek materialen voor het lager onderwijs. Daar hebben we het spel De Lekkerbekjes. Die kunnen ook, dat kan ook uitgeleend worden bij ons. De Lekkerbekjes is voor kinderen vanaf 7 jaar. En dat is een spel waarbij voeding en beweging een beetje gecombineerd wordt. Dus het is de bedoeling dat er eigenlijk tokens verzameld worden, punten verzameld worden door opdrachten uit te voeren. En dat gaan zowel proefopdrachten zijn als opdrachten rond beweging, waardoor er dus bewegingstussendoortjes in zitten. En de proefopdrachten, ja, dat is eigenlijk bijvoorbeeld dit soort voedingsmiddel in deze saus bijvoorbeeld, waardoor ze gekke combinaties gaan krijgen en waardoor het dus ook wel op een fijne en interessante, ludieke manier wordt aangebracht, zou ik zeggen. Een andere methodiek die er is, is een speel, leer en doe expo. Weet wat je eet in Peer. Dat is een expo waar Logo Limburg mee advies heeft gegeven rond gezonde voeding. En die expo is er eigenlijk om leerlingen op een leuke en interactieve manier te laten ontdekken van wat komt er eigenlijk op ons bord en welke weg heeft het allemaal afgelegd. Er komen verschillende aspecten aan bod rond milieu, dierenwelzijn, maar ook dus voeding, oorsprong, korte keten en zo verder. Ook voor het lager onderwijs hebben we hetzelfde project, ook voor lekkers, wat ik daarnet heb uitgelegd bij een materiaal voor het kleuteronderwijs. Die materialen zijn er dus voor het kleuter, of ja, ook voor lekkers is er voor het kleuter, het lager onderwijs, maar ook het buitengewoon secundair onderwijs. Nog enkele andere materialen voor het secundair onderwijs is ook weer hier de speltjes, de lekkerbekjes, omdat dat vanaf de leeftijd van 8 jaar is, ongeveer 7, 8 jaar. Maar dan hebben we ook nog specifiek het project Snack and Chill. Snack and Chill, dat is eigenlijk ja, gezellig en gezond aperitieven tussen de lessen door, waarbij dus eigenlijk
leerlingen aangesproken worden. Dus er is leerlingenparticipatie om een gezellig kader te maken en zo eigenlijk fruit of groente of andere gezonde voedingsmiddelen tot bij de andere leerlingen te brengen. Bijvoorbeeld door het inrichten van een fruitmobiel of een fruithoekje. Wanneer een school daar bijvoorbeeld niet aan de slag wil gaan, dan kan er een vragenlijst rondgegeven worden aan de leerlingen, waarop zij dan kunnen aanduiden of er eventueel interesse is of niet, zodat meteen de leerlingen, de leerkrachten weten of er draagvlak is voor zo'n project. Dus er is een heel draaiboek en handige materialen om ermee aan de slag te gaan. Een algemeen aanbod naar scholen, dat is de workshop Gezonde Brooddoos. De workshop Gezonde Brooddoos duurt ongeveer 2 uur en kan gegeven worden door de leerkracht zelf, met behulp van het draaiboek dat we ter beschikking stellen. Maar er kan ook beroep gedaan worden op een van onze diëtisten die in onze pool zitten, die dan de workshop in jullie klas kan komen geven. De workshop bestaat uit eerst een meer theoretisch gedeelte, van de praktische handvaten en tips van oké, hoe stel ik zo'n gezonde brooddoos samen, wat dient daarin te zitten, de voedingsdriehoek komt daarbij aan bod. En het tweede gedeelte bestaat dan uit het zelf maken van enkele recepten die in een brooddoos kunnen. Dan hebben we ook de box Gezond Gesmaakt. Dat is ook een box waar leerkrachten zelf mee aan de slag kunnen gaan. Dat is een box, een grote doos zal ik zeggen, met 10 verschillende subboxen in. Dat gaat over moeilijke eters, de voedingsdriehoek, maar ook over gezonde tussendoortjes, lunch, picknicken en zo verder. En ook hier kunnen dan de leerkrachten de info die in de box zit op maat overbrengen naar de leerlingen van hun klas. Dus ook weer hier eerst een beetje theorie, kennismaking, een spelletje, gevolgd door samen koken en nadien de gerechten samen opeten. Voor de rest hebben we eigenlijk nog wat ondersteunende materialen rond de voedingsdriehoek. Dat zijn materialen die gratis uitgeleend kunnen worden bij ons. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een placemat die gebruikt kan worden tijdens eetdagen bijvoorbeeld, of wanneer er workshops georganiseerd worden in de klas op school, maar ook een banner over de voedingsdriehoek, affiches, postkaarten van de voedingsdriehoek. Hier zit je ook 2 affiches van hoeveel suiker zit er in bepaalde tussendoortjes en in bepaalde dranken, om dat visueel weer te geven en zo te laten zien aan de leerlingen. We hebben ook boekjes, dat zijn die onderste 3 boekjes. Boekjes voor lager schoolkinderen, voor kleuters en dan voor de tieners. Waarbij er eigenlijk op een interessante en leuke manier info wordt gegeven over gezonde voeding. Er zitten ook wat recepten in en dingen om met voeding mee aan de slag te gaan. Dat is een deel van onze projecten en materialen rond voeding. Maar moesten jullie interesse hebben in nog andere die jullie gaan tegenkomen in de leerlijnen, mocht je ons zeker contacteren. Dan ga ik nu het woord geven aan onze collega Sophie, die alles gaat vertellen rond beweging. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Sophie Blokke en binnen Logo Limburg ben ik themaverantwoordelijke voor beweging. Ik denk dat we allemaal wel weten dat iedereen in de bevolking te weinig beweegt en te veel stilzit. En dat is ook het geval bij kinderen en jongeren. En omdat kinderen toch een heel groot deel van hun dag doorbrengen op school, is het toch belangrijk om scholen ook te stimuleren om hier aandacht voor te hebben en kinderen aan te zetten om meer te bewegen. Dus enerzijds kan de school zelf zorgen voor meer beweging in de dag van de kinderen, maar anderzijds hebben zij ook wel een belangrijke rol in het aanleren van bewegingscompetenties en het bewust maken van waarom beweging gezond is. Want net zoals bij voeding is er ook een leerlijn over beweging en minder stilzitten. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat mijn collega's zo net hebben uitgelegd, dat die ook helemaal is uitgewerkt met alle zaken rond beweging die daarin terugkomen om mee aan de slag te gaan. Er zijn ook verschillende leerlijnen met dan altijd subdoelen. Dus het eerste is minder zitten, meer bewegen en de bewegingsdriehoek. Want net zoals de voedingsdriehoek is er ook een bewegingsdriehoek ontwikkeld. Dus dat is echt heel algemeen waarom bewegen belangrijk is, welke richtlijnen er zijn, waarom een actieve levensstijl belangrijk is. Dat is dat thema een beetje. Dan hebben we ook de sociale en emotionele ontwikkeling, omdat beweging daar ook bij kan helpen. Dus dat is een andere leerdoel. Daarnaast is er het ruimtelijk bewustzijn. Blijkbaar is mijn verbinding niet heel goed.
Oké. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Daarnaast is er het ruimtelijk bewustzijn, waar dat dan dingen zoals de omgeving en een gezonde publieke ruimte en dergelijke thema's in terugkomen. Dan hebben we ook het duurzame wegen. Daar zijn thema's zoals gezonde milieu en mobiliteit en bewegende natuur en dergelijke aangekoppeld. Dan kan bewegen ook gelinkt worden aan verschillende burgerschapscompetenties, waar dan thema's zoals culturele context en diversiteit in terugkomen. En dan ook, wat de laatste jaren zeer belangrijk is, de uitdagingen om meer te bewegen en minder stil te zitten in een digitaal tijdperk. En wat ook heel belangrijk is, is dat beweging heel veel interactie heeft met andere gezondheidsthema's en dat er eigenlijk wel altijd interessante linken te leggen zijn. Dus dat staat allemaal, plus al die sub-leerdoelen, heel uitgebreid beschreven in die leerlijnen. Dat is dan ook uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen, met alles heel gedetailleerd per leerlijn uitgeschreven. Dan heb ik ook kort even door het aanbod wat we hebben rond beweging. Dus voor het kleuteronderwijs is er Woogie Boogie ontwikkeld. Dat is samen ontwikkeld met Disney, Benelux en dan het Vlaams Instituut Gezond Leven. Om eigenlijk met als doel om het stilzitten bij kleuters te doorbreken. En daar zijn bewegingstussendoortjes eigenlijk in filmpjes gegoten om op een heel laagdrempelige manier met de kleinste aan de slag te gaan. Er zijn ook gratis materialen beschikbaar met bijvoorbeeld posters en stickers als ze een bewegingstussendoortje gedaan hebben, dat ze dat kunnen aangeven. En daarnaast bestaat er ook een educatief pakket van met actiefiches en een stappenplan om ermee aan de slag te gaan. En jaarlijks is er ook de Woogie Boogie Beweegdag. Dus dat is wel een heel leuke methodiek om echt op maat van kleuters te bewegen in de klas. Voor het lager onderwijs is er de methodiek Dip Double Do, omdat opnieuw het heel belangrijk is om dat zitten te doorbreken en toch regelmatig recht te staan, ook in de les. En dit is eigenlijk een box met een spelvorm waar je dan kaartjes hebt en een dobbelsteen. En dan kan je op verschillende bewegingstussendoortjes terechtkomen. Maar er zijn ook kaartjes met gezondheidsweetjes waar dan voeding en bewegingsweetjes aan bod komen. Dus het zijn eigenlijk heel leuke en eenvoudige oefeningen om gewoon in een dagelijkse schooldag te integreren. Al is het maar een paar minuutjes om toch die leerlingen even te laten rechtstaan en in te zetten op beweging. Een paar jaar geleden heeft eigenlijk elke school in Vlaanderen zo'n gratis Dip Double Do box gekregen. Maar ze zijn nu ook nog altijd gratis te downloaden, alle materialen. En dan voor het secundair onderwijs is er SWEEP, dat is eigenlijk een platform voor jongeren dat ontwikkeld is. En via een vragenlijstje met heel leuke vragen krijgen ze dan eigenlijk een profiel. Er zijn 6 verschillende profielen van wie zij zijn. En daar aansluitend bij krijgen ze dan een activiteitenaanbod dat dan heel goed past bij hun interesses en hun persoonlijke profiel. Daarnaast is er ook voor leerkrachten informatie op dit platform over hoe zij jongeren in actie krijgen, hoe lessen geüpgraded worden met meer beweging en dan ook natuurlijk hoe die verschillende leerdoelstellingen bereikt kunnen worden. En hiervan bestaat ook lesmateriaal en actieboxen. Ja, natuurlijk, beweging in de klas en in de school integreren is belangrijk voor de gezondheid van de leerlingen zelf. Maar daarnaast is het ook wel interessant om de nadruk te leggen op een ander voordeel van beweging in de klas. En dat is eigenlijk om ook de leerprocessen en de cognitieve processen mee te versterken. Dus daar is een uitspraak van: ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp. Om eigenlijk aan te tonen dat wanneer leerlingen echt actiever bezig zijn met de leerstof, dat het ook vaak beter blijft hangen, dat ze zich ook beter gaan kunnen concentreren. Dus dat eigenlijk het idee van beweging in de lessen zorgt voor chaos en voor geen structuur, dat eigenlijk helemaal niet waar is, want er is heel veel onderzoek dat aantoont dat het ook echt het leerproces kan versterken. Dus beweging ter ondersteuning van het leren hebben we dan. Er zijn ook hele methodieken rond ontwikkeld om bewegen te leren, om buiten te leren, heel veel verschillende actieve werkvormen. En daarvoor wil ik ook graag doorverwijzen naar MOVE, dat is eigenlijk een organisatie die echt puur bezig is met beweging te integreren in scholen en scholen daarbij te ondersteunen. Dus dat is wel een heel interessante organisatie om eens meer naar te kijken. Dus ze hebben enerzijds dat bewegend leren, maar eigenlijk
ondersteunen zij heel breed scholen in het uitbouwen van een sport- en bewegingsbeleid. En dat doen ze eigenlijk op 4 domeinen. Dus zowel de actieve verplaatsing naar als tijdens de school, ook activiteiten voor en na de lessen, dat is dan bijvoorbeeld een sportaanbod na school, maar ook dan tijdens de lessen, dat is dan bewegingstussendoortjes, meer dat bewegend leren, en tussen de lessen, waar dat de speeltijden ook een heel belangrijke factor kunnen vormen om kinderen aan te zetten tot beweging. Binnen MOVE is er een heel groot deel aan inspiratie, materialen. Ze hebben projecten, goede voorbeelden. Ze hebben ook heel veel verschillende digitale inspiratiesessies, echt dan puur over beweging op school, die ook nog allemaal nadien online te bekijken zijn. Dus voor degenen die daar op willen inzetten, zou ik zeker eens naar de site van MOVE gaan. En wat ook heel interessant is, waar zij ondersteuning bij bieden, is om te werken aan een speelplaats met toekomst. Omdat onderzoek ook uitwijst dat wanneer de speelplaats zelf groener is en veel verschillende bewegingselementen heeft, dat dat kinderen ook gaat aanzetten tot bewegen. En zij kunnen daarin helpen om te kijken via welke wegen er bijvoorbeeld subsidies te krijgen zijn, welke stappenplannen er zijn om tot zo'n speelplaats te komen, waar er hulp gevraagd kan worden. Dus daar kunnen zij echt ondersteuning op maat bieden. En dat is in grote lijnen een beetje wat er is rond beweging op school. En dan geef ik graag het woord aan mijn collega Françoise. Goedemorgen iedereen. Ik zelf ben Françoise. Ik ben verantwoordelijk bij Logo Limburg voor het thema tabak, alcohol, drugs. Ondertussen is dat een beetje geëvolueerd en noemen we dat verslaving. Want ook gamen en hokken behoren tot dit thema. We hebben daarnet van Eva de leerlijnen gehoord, de algemeen kader ook voor middelengebruik. Verslavingspreventie is er een leerlijn en die is in een interactieve pdf. Die staat op de website van het Vlaams Instituut van VAD, Vlaams Instituut Alcohol- en Drugspreventie. En die is dus volledig interactief dat jullie zelf kunnen gaan invullen. Je denkt misschien verslaving, moeten we enkel rondwerken in het secundair onderwijs. Maar in feite, binnen de leerlijnen is het al belangrijk dat we ook vanuit het kleuter reeds aandacht hebben om in de toekomst verslaving minder tegen te komen. We gaan natuurlijk nog niet spreken over het product aan zich naar kleutertjes. We gaan het niet hebben over de sigaret en over die zaken. Maar het is belangrijk dat we de kinderen ook leren om te gaan met sociale vaardigheden en zodat ze later weerbaar zijn om aan de verslaving te weerstaan. Binnen die leerlijnen en binnen alle interactieve pdf's kan je ook altijd alles terugvinden per graad. Dus bijvoorbeeld voor kleuter tot en met tweede graad lager onderwijs staat daar ook bijvoorbeeld heel duidelijk wat doe je best wel in de klas en wat doe je zeker niet in de klas. Straks komen we ook terug op methodieke materialen die je hiervoor kan gebruiken. Dat is dus bijvoorbeeld voor het kleuteronderwijs, als je zou werken rond weerbaarheid, dus ook het thema geestelijke gezondheid, komt daar ook een stukje in terug, dan is het pakket Het Had een Haag, dat is van de sleutel. Als je specifiek heel uitgebreid aan de slag wil gaan met deze pakketten, dan kan je ook een opleiding volgen via de sleutel. Ik heb de link ook in de presentatie gezet, dat je later eens kan kijken wat levert dat op. Maar de pakketten aan zich zijn ook uitleenbaar bij ons bij Logo Limburg. Per klasje in de kleuterklas is het pakket met andere vertelplaten op maat van de leerlingen of van de kleutertjes. Het is in feite pas vanaf de derde graad lager onderwijs dat we gaan spreken over producten die verslaving kunnen veroorzaken. Sinds een aantal jaren gaan we ook niet meer werken rond tabak in het lager onderwijs. Vroeger was dat iets anders. Maar ze hebben dat ook een stukje herzien. Dus in het lager onderwijs gaan we in feite bij de derde graad lager onderwijs het product alcohol beginnen toevoegen. Maar voor de andere producten gaan we totaal nog niet spreken. Dus in die leerlijnen staat dat telkens heel goed aangeduid welke producten jullie kunnen aanhalen. Ook welke materialen je kan gebruiken in een derde graad lager onderwijs om te werken rond die alcohol. Er zijn verschillende materialen zoals topspel. Topspel is in feite ook niet productspecifiek, maar gaat rond sociale vaardigheden werken. We hebben dan Lol zonder alcohol, Vlucht naar Avatar en verschillende andere dingen.
Die zijn meestal digitaal downloadbaar, de materialen. Wil je echt fysiek materiaal, dat kan ook bij Local Limburg ontleend worden. Die mappen hebben wij ook bij ons in ons assortiment. Dan heb je nog de methodiek nog niet zo. Dat wil in feite zeggen, begin nog niet aan alcohol. Dat is laatste graad van het lager onderwijs of eerste graad secundair onderwijs dat die methodiek geschikt is. En die zijn volledig de handleidingen digitaal te downloaden. Pas vanaf de eerste graad secundair onderwijs kan ook tabak toegevoegd worden. Ik heb gewoon, ik zal hier vlug even overgaan, omdat we rond secundair onderwijs met de deelnemers hebben. Maar dus er komen meer en meer materialen bij zodra de leerlingen ouder worden, zoals bijvoorbeeld bullshit-free generation. Die zaken meer komt er allemaal bij. Er zijn spelletjes op digitaal spelen. En meestal kan alles gewoon gratis gedownload worden. Hier zie je nog eens materialen die dan vanaf de tweede graad secundair onderwijs toegevoegd worden. Daar gaan we ook beginnen over gokken bijvoorbeeld. Gamen begint daar ook in voor te komen. Dus vinden we ook hier rond nu lespakketten. Derde graad secundair onderwijs gaan we in principe, want veel mensen vragen wanneer gaan we dan bijvoorbeeld rond drugs gaan werken. Rond drugs werken we in principe niet klassikaal. Tenzij dat we echt ergens zitten in een structuur waar een probleem opduikt. Maar drugs is eerder iets wat één op één met de leerlingen kan bekeken worden. Ofwel vanuit de school zelf, ofwel in samenspraak met CLB. Hier ook nog eens materialen derde graad. Komen ongeveer overeen met de materialen van de tweede graad secundair. Bij ons in Limburg, als je ondersteuning wil, zowel bij het opmaken van jullie beleid als bij van wat kunnen we bij schoolactiviteiten gaan doen, wat is aan te raden, wat is niet aan te raden. Als je met concrete vragen zit, want soms bijvoorbeeld krijgen we de vraag van heeft het geen zin om een ervaringsdeskundige, een ex-drugsgebruiker bij ons in de klas uit te nodigen en dergelijke. Met allerlei vragen daar rond kan je in Limburg terecht bij Integra, die je daarin perfect gaan ondersteunen en op maat van jullie school mee gaan kijken, mee gaan denken van hoe pakken we dit hier aan. Daarnaast hebben we nog het project Generatie Rookvrij, dat door verschillende organisaties kan opgenomen worden. En voor elke organisatie zijn er andere stappenplannen en andere mogelijkheden voor een checklist te maken. En ook de school kan binnen een project Generatie Rookvrij een rol spelen. Ook daarvoor heb je een specifiek stappenplan. Generatie Rookvrij heeft in feite de bedoeling dat we uiteindelijk binnen een aantal jaren een generatie gaan hebben die dus niet meer weet dat roken de norm is, die het niet meer normaal vindt dat er gerookt wordt. Dus de bedoeling dat we dat op een positieve manier doen, dat we dus niet te veel gaan optreden met ons vingertje omhoog, maar dat we dus echt op een ludieke manier zorgen dat speelterreinen en die zaken meer volledig rookvrij zijn en dat de kinderen niet zien dat er gerookt wordt op plaatsen waar kinderen veel komen. Voor de mensen die het nieuws gevolgd hebben, hebben we misschien vorige week gehoord dat er een uitbreiding is van de rookverbodwetgeving. Ook voor scholen zal hier en daar nog een extra aanpassing zijn. Binnen scholen is het verbod om te roken al sinds 18 volledig goed uitgeschreven, maar het zal iets uitgebreid worden. Het moet nog verschijnen in het Staatsblad. Het gaat invoegen gaan vanaf 1 januari 2025. Ik ga plots 100 jaar terug. Maar de vragen die jullie kunnen hebben als scholen, die gaan sowieso ook opgenomen worden op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven. En afhankelijk van de vragen die komen, gaan de vak constant ook aangevuld worden. Maar hebben jullie concrete vragen, mogen jullie ons dat ook altijd laten weten. En dan kijken we samen met jullie om daar een antwoord op te geven. Dat was voor het thema tabak, alcohol, drugs. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het thema mondgezondheid. En mondgezondheid, dat baseert zich in feite, dat heeft ook, dat baseert zich op drie basisadviezen. En ook voor dit thema hebben we leerlijnen. De drie basisadviezen dat we de laatste jaren gebruiken binnen dit thema, is in feite inzetten op goede mondhygiëne.
Dus naar de kindjes en naar de school toe is dat van hoe poets je je tandjes op een correcte manier en wat moeten we daar, hoe moeten we dat aanpakken? We hebben het over de tandarts, het bezoek aan de tandarts en daarnaast ook het stukje mondvriendelijke voeding. Mijn collega's Renaat en Anke hebben daarnet rond gezonde voeding gepraat, maar ook in mondzorg spreken we over mondvriendelijke voeding. Loopt niet altijd gelijk, maar we kunnen ze zeker aan elkaar gaan linken. Als ik daarnet Anke hoorde zeggen, onze gezonde tussendoortjes of woensdag fruitdag, en we geven de kindjes wat fruit om te eten op woensdag, zorg daarna, na het fruit eten, dat ze ook de mogelijkheid hebben om een glaasje water te drinken. Zodanig dat de zuren van het fruit onmiddellijk uit die mond ook verwijderd worden. Dat zijn kleine acties die jullie als school ook perfect kunnen ondernemen. Zoals ik zei, ook rond mondgezondheid bestaat een leerlijn. Die leerlijn die baseert zich op die drie basisadviezen wat ik net aantoonde. En die baseert zich ook over de mond is in feite een onderdeel van ons lichaam. We zien dat niet apart, maar een gezonde mond zorgt ook meestal voor een gezond lichaam. Om te werken in de klas bestaat er heel mooi materiaal, dat is onze gezonde mondkoffer. In een gezonde mondkoffer kan je een groot gebit terugvinden, vind je een tand terug waarmee je perfect kan aantonen wat een gaatje is in de tand, waarom het tandenpoetsen belangrijk is. Er zit een grote tandenborstel in om dus op dat groot gebit aan te tonen hoe men een goede poetsmethode moet aanleren. Die koffer die kan je bij ons uitlenen en afhankelijk van de persoon die het uitleent, zorgen wij dat we die ook op maat een beetje aanpassen. Is dat voor kleuteronderwijs, dan gaan we zorgen dat er ook vooral materiaal in zit, boekjes inzetten voor kleutertjes geschikt. Is dat voor het lager onderwijs, dan gaan we zorgen dat er ook andere materialen toegevoegd worden en echt speelmateriaal van de kleutertjes eruit halen. Als jullie ons ook op voorhand laten weten, als je het materiaal bijvoorbeeld gebruikt voor één lesje, of je zegt van ik heb een totale themaweek in mijn klas en ik wil de ganse week rond tandarts, standen poetsen, alles dergelijke gaan werken, dan zorgen we ook bijvoorbeeld voor kleutertjes dat er een speelsetje in zit, een speelsetje van de tandarts. Zodanig dat je bijvoorbeeld bij jullie hoekenwerk daar perfect aandacht kan aan besteden. Dus deze koffer kan je bij ons uitlenen. Mijn collega vertelde wel dat die vrij vaak uitgeleend wordt, wat we goed vinden. Dat is ook teken dat het goed materiaal is. Dus als je weet van ik heb een gezondheidsweekje bijvoorbeeld in juni en ik wil iets doen rond tanden en je wilt die uitlenen, kan je dat bijvoorbeeld nu al doen, bij wijze van spreken. Dus wacht niet tot het laatste moment om materialen te reserveren. We hebben wel redelijk wat voorraad, maar soms kan de vraag zorgen dat je niet altijd op het moment dat jullie het willen. Dus zorg altijd tijdig, dat is voor al onze materialen, dat jullie tijdig jullie materialen reserveren. Dan ben je zeker dat je ze kan gebruiken op het juiste moment. Ik wil jullie ook nog even meegeven, want niet alles wat er verschijnt rond leesboekjes en voorleesboekjes strookt met de richtlijnen zoals wij ze geven in mondgezondheid. Het instituut Gezonde Mond die heeft een screening gedaan op boekjes, op educatieve materialen, op filmpjes, op poetsliedjes die allemaal gebruikt worden. En die hebben ze allemaal gebundeld in een inspiratiegids. En de materialen die je in die inspiratiegids terugvindt, weet je dat die altijd perfect kunnen gebruikt worden en juist zijn volgens de adviezen. Daar zijn ook een lijstje met wat Engelstalige materialen. Die is voornamelijk toegevoegd nadat er meer Oekraïense kindjes ook in de klasse kwamen en zo. Dus hebben ze daar ook een screening op gedaan van wat kan van Engelstalige materialen gebruikt worden. Binnen het kleuteronderwijs werken we voornamelijk met materialen van Cas en Cato. De materialen van Cas en Cato die kunnen nog altijd vrij gedownload worden. Daar zitten kleurplaten in, daar zitten lesmaterialen in. Dus als je daar eens gaat kijken, kan je heel veel materialen gaan downloaden. Als je de gezonde mondkoffer bij ons ontleent, zit er ook altijd een set van vertelplaten in. Grote vertelplaten van Cas en Cato, waarmee je kan werken. Daarnaast hebben we nog een methodiek, dat is Lanterfantje. Ook daar vind je liedje, vind je materialen die je kan gebruiken binnen een kleuterklas. Binnen het lager onderwijs stappen we af van Cas en Cato en wordt het Flos en Bros. Flos en Bros is net hetzelfde. Als je naar de website gaat, heb je alle materialen dat je gratis kan gaan downloaden en gaan afhalen. En zoals Lanterfantje is ook Bende Bever een methodiek die binnen het lager onderwijs kan gebruikt worden. Lanterfantje en Bende Bever zijn methodieken die vanuit de christelijke mutualiteit komen.
maar die dus ook perfect in orde zijn om te gebruiken. Voor het bijzonder onderwijs is er een speciale map ook nog van Flos en Bros, waar iets meer op de types wordt ingegaan van wat kan je waar gaan inzetten binnen welk type van bijzonder onderwijs. Daarnaast hebben we binnen Logo Limburg ook een gratis downloadbare poetskalender. Dus als jullie in het klasje werken van tandenpoetsen en je hebt het over 's morgens, 's avonds poetsen, dan kan je ook aan de kinderen een poetskalender meegeven, zodat ze thuis ook perfect kunnen het tandje inkleuren. Ik heb mijn tanden gepoetst deze morgen, deze avond. En ondertussen zien de ouders ook dat jullie rond dit thema aan het werken zijn in de klas. Er is ook een werkbundel gemaakt, die is ook gratis te downloaden. Die kan je gebruiken in de derde kleuterklas en in de eerste graad lager onderwijs. Dan word jij een tandenstrijder. Kan je bij een lesje tanden poetsen meegeven na de les, dat ze thuis nog iets kunnen doen? Of kan je opdrachtjes uithalen ook voor in de klas te gebruiken? Daarnaast wil ik toch ook eventjes de aandacht vestigen, omdat we merken dat veel mensen niet altijd weten van wat moet ik doen wanneer er iets gebeurt. Kindje valt op de speelplaats, tandje zit ergens afgebroken of is het stukje kapot. Wat moeten we nu gaan doen? In de meeste EHBO-materialen wordt er niet gesproken over tanden. Bij trauma aan tanden, wat moet je gaan doen? Daarom. Dit is een traumakaart die je ook kan gaan downloaden en die jullie best bij jullie EHBO-koffer in jullie EHBO-lokaal kunnen stoppen. En daar staat het mooie schema van bij elk tandongeval, wat moet ik gaan doen en wat wordt best aangeraden. Dus dat is één kaartje, één A4. Er is een onderscheid gemaakt tussen het melkgebit en het blijvend gebit. Maar ik zou dat als tip zeker meegeven, bewaar dat bij jullie EHBO. Zodat iedereen dit ook kan verder raadplegen, mocht het nodig zijn. Ik denk dat we qua thema's aan de laatste slide zijn. En dan, ik heb zelf geen vragen zien verschijnen in de chat, maar misschien zijn er mensen onder jullie. Iedereen heeft heel goed geluisterd, heel lang geluisterd, maar we weten dat het een lange uitleg was. Maar misschien zijn er onder jullie die nu al met praktische vragen zitten of met vragen zitten naar ons toe, naar mij, maar ook naar al mijn collega's die je voor mij gehoord hebt. Dan mogen jullie die nu gerust laten horen. Of in de chat posten. Ik zie geen vragen in de chat. Ik zie geen handjes. Ondertussen gaat mijn collega Sophie ook in de chat een link posten naar een korte evaluatie. Omdat wij ook benieuwd zijn van, is dit wat jullie verwacht hebben, zoals we het vandaag gebracht hebben? Het zijn 5 korte vraagjes, dacht ik. Dus als je het nu ook onmiddellijk wil doen, dan geeft dat voor ons ook een goede input van, hoe moeten we dat in de toekomst verder aanpakken? En zijn jullie hier iets mee geweest? Ondertussen is de slide ook gekomen met nog eens alle mailadressen van mezelf en de collega's, waar je terecht kan met je vragen specifiek rond het thema of de algemene vragen mag je altijd bij onze collega Eva als verantwoordelijk voor het onderwijs laten weten. Ik was aan het denken dat ik nog iets zou zeggen, maar het ontsnapt mij. Natuurlijk kan je nadien ook met concrete vragen altijd blijven bij ons terecht. Kunnen wij zelf niet dadelijk het antwoord geven of kan dat niet binnen onze organisatie Logo Limburg? Hebben wij ook wel de achtergrond om te weten waar kan je die info gaan halen? En dan zullen we jullie ook gericht kunnen doorverwijzen. Ja, er was mij nog één ding binnengeschoten waar ik dacht van, dan moet ik toch ook nog eventjes meedelen. Dat er in het provinciehuis van Limburg bevindt zich het plek, kennen jullie misschien al, maar dat is het educatief centrum van de provincie Limburg en daar vinden jullie echt tal van educatieve materialen over heel veel verschillende thema's heen. En daar vinden jullie ook wel materialen over, over andere thema's en ook over mentaal welbevinden bijvoorbeeld. Dus dat wil ik gewoon nog heel eventjes meegeven. Online is daar ook een catalogus van, dus kunnen jullie altijd zaken opzoeken.
Deze presentatie zal nog gedeeld worden met jullie, evenals de opname hiervan. Alvast heel veel bedankt om het evaluatieformulier in te vullen. Bedankt voor jullie aanwezigheid. En moesten er nog vragen zijn, dan horen we het graag. En graag tot de volgende keer. Dag!